Sinds enige tijd is er in de Krimpende Waard, en niet alleen in de Krimpende Waard, sprake van een sterfte onder de essen. En dat is een boomsoort die hier nogal vaak voorkomt. Ook dus hier in het Loetbos waar we nu staan met boswachter Kees Kool. En Kees, ja, hoe ernstig is eigenlijk, er is onderzoek gedaan, dat project, daar hebben we van gehoord. Is dat er tegen of meegevallen? Het onderzoek is niet meegevallen, maar in die zin niet meegevallen. Wij hebben het natuurlijk wel zien aankomen. Het is niet zo dat we onze ogen dicht hebben en dan uiteindelijk onderzoek gaan en dan heel erg schrikken. Die ziekte bestaat in het Loetbos ook al 5 jaar. En we hebben al in de loop der jaren steeds de risicovolle bomen hebben weggenomen. Dus het is niet helemaal vreemd, maar toch wel schrik als je het zo waarneemt. Ja. En er is geen herstel mogelijk als die ziekte erin zit, dan is dat einde oefening voor zo'n boom? Ja, nou, het is, staatsbosbeheer hebben natuurlijk landelijk ook overal bossen. En onze ervaring is een es die aangetast is door de essentaksterfte. Al is die licht aangetast, we hebben hem eigenlijk niet meer zien herstellen. Dat is onze ervaring. Al die bomen, die worden dus via een project gewoon weggehaald? Of hoe gaat dat? Of laten we ze gewoon afsterven en nou ja, prima? Nee, we gaan ze weghalen. We hopen dan na de zomervakantie 2019 hopen we deze bomen te gaan weghalen. We hebben hier een openbaar natuur- en recreatiegebied. En wij als Staatsbosbeheer, beheerder van het gebied, wij hebben de taak om een veilig en schoon, maar ook een veilig recreatiegebied aan te kunnen blijven bieden aan de recreant. Dus die es die moet gewoon weg, want die is onveilig, wordt die. Nou, ja. Nou heb ik wel eens gehoord dat er staat een rijtje van vijf essen en er zijn er 4 besmet en 1 niet. Hoe is dat mogelijk? Ja, dat is een goede vraag. Zo kan je ook wel eens 5 mensen naast elkaar hebben die allemaal griep krijgen en die ene krijgt geen griep. Wat is dat? Dus ja. Ik leg de vraag terug en het is een groot vraagteken. Ja, ja. Het is alleen geconstateerd dus. Ja. Die bomen die gaan dus, die worden verwijderd. En wat komt daar dan voor terug? Want ik neem aan dat een bos, ja, zonder bomen, dat is natuurlijk, dat is niet. Hè? Nee, dat wordt hem niet. Ik wil even toch benadrukken dat wij natuurlijk heel erg teleurgesteld zijn dat we bomen van 45 jaar weg moeten halen. Maar het is natuurlijk wel zo, de situatie is nu zo. En dan gaan we natuurlijk een prachtig mooi gemengd bos terugpoten. Met een zoom en een mantel, zoals wij dat zeggen. Een ruigte strook met een struikenlaag, een boomvormers en dan de bomen planten. In die gelaagdheid dus. En uiteindelijk, dat geeft wel met zich mee dat we meer biodiversiteit krijgen. Plus eigenlijk niet alle risico's op 1 boom. In een bos. Okay, deze essentaksterfte, is dat dan alleen de es die daar last van heeft? Of is het ook slaat het ook over naar andere soorten bomen? Of is dat niet het geval? Nou, deze essentaksterfte is specifiek voor de es van toepassing. En we hebben natuurlijk wel de kastanjebloedingziekte gehad. We hebben de iepziekte gehad. Laten we uitspreken dat het hierbij blijft. Hier in het Loetbos staan natuurlijk van die essen, maar ook op particulier terrein en op andere terreinen zijn die essen. Is daar ook al een overzicht over, een beeld van of daar ook die ziekte heerst? Ook in particuliere terreinen zijn die essentaksterfte zichtbaar. Ik als bomenliefhebber ziet dat gewoon met eigen ogen. Uiteindelijk is wel in de particuliere tuin de besmettingsgraad iets minder. Hier heb je natuurlijk zoveel bomen bij elkaar, die besmetten elkaar makkelijker dan in de privétuin. Nou, we zullen het meemaken. En wanneer gaat het een en ander gerealiseerd worden? Ik bedoel, die bomen weghalen, dat is een hoop werk, dat is een hele klus. Is dat hout dan ook nog bruikbaar? Wordt dat ergens nog voor gebruikt? Ja, dat hout wordt wel ergens voor gebruikt, voor spaanplaat, dus niet voor hoogwaardig houtsoort. Maar voor spaanplaat en laten we zeggen voor brandhout kan dat nog gebruikt worden. Ja. Maar dat heeft niet veel waarde. Nee. In het Loetbos worden de bomen dus weggehaald. Er komen nieuwe bomen voor in de plaats van verschillende soorten en een iets andere opzet. Wanneer kunnen we weer verwachten dat de 40 jaar oude bomen die nu worden weggehaald weer, ja, zeg maar, een mooi beeld terug hebben? De bomen die 40 jaar halen we niet zomaar zo snel in. Maar gelukkig blijft er ook nog heel veel bomen blijven er staan.
Ongeveer 55% van de bomenareaal in het Bloedbos blijft staan. Dus de mensen die hier wandelen zullen zeker zien dat er heel veel bomen weggehaald worden. Maar het beeld dat we in een bos lopen blijft gelukkig wel. En uiteindelijk, voor de rest is het zo dat we weer eventjes een jaar of 5 of 10 even geduld moeten hebben om weer de eerste resultaten weer te zien. We staan hier bij zo'n aangetaste boom, zo'n aangetaste S, boswachter. Hoe herken ik als leek een beschadigde en zieke S? Ja, die bomen die hier achter ons staan, ik denk dat die best wel voor iedereen goed te herkennen zijn. Al die dooie takken die erin zitten. Maar straks, als natuurlijk dat blad weer gaat, aan de bomen gaat komen en je kijkt dwars door die kronenlaag heen, die normaal helemaal dicht is, waar je niet doorheen kan kijken, is dat een heel goed, dan kan je daar heel goed zien dat zo'n boom ziek is. Ja. Oké, Staatsbosbeheer, die is hier natuurlijk de beheerder. Voert hij ook het hele project uit? Wij voeren de beheer van het hele bos en dat doen we namens de Groene Alliantie Midden-Holland. En wij bereiden dat hele project voor en we zetten het weg bij aannemers die dat voor ons uitvoeren. Ah ja. En welk tijdspad is daarvoor bedacht? Ja, wij zijn het nu in voorbereiding en we gaan met het hele communicatietraject zijn we gestart. Informatieavond op 17 april om 7 uur. En dan gaan we dat verder voorbereiden en dan hopen we na de zomervakantie hopen we te gaan starten met de uitvoering. En ik hoop voor december dat alles gereed is, voordat de terreingesteldheid dusdanig slecht is, dat we hier niet meer terecht kunnen, hoop ik dat we dat afgerond hebben. Goed, die inloopavond of middag, wat is het, in Lekkerkerk? Vertel daar eens wat meer over. Ja, een inloopmiddag om 17 april, de Witte Brug. Vanaf 7 uur tot 9 uur kunnen mensen binnenlopen. Kunnen ze vragen stellen, wij geven uitleg over de ziekte, we geven de impact, we gaan vertellen wat gaan we terugpoten, wat voor beeld geeft dat, al de vragen die spelen, daar hopen we antwoord op te geven. Goed, prima. We zullen het afwachten, we zullen het in de gaten houden en ik zou zeggen op naar een nieuw Bloedbos. Ja, helemaal mee eens, dank u wel, nogmaals.